Ik denk precies wat je zegt. We waren meteen in de wedstrijd. We komen eigenlijk 1-0 achter waar wij eigenlijk druk zetten tegen Halle. Ik denk dat het onterecht was dat we 1-0 voorkwamen. We kwamen goed terug. Het had voor hetzelfde geld ook 5-1-6-1 kunnen zijn. Ja. Dan speel je tegen de nummer 2 van de Oberliga Noord. Dat betekent dat jullie wel bij deze nogmaals bewijzen dat je daar gewoon op je plek bent. Ja, tuurlijk. Ik denk dat we gewoon in de top moeten meespelen en kunnen. Ik denk zoals we vandaag spelen, dat we van elk team kunnen winnen. Dat we zondag ook Wedemark pakken en dinsdag Duisburg thuis. Ja, Duisburg, dat is dan de enige club waar je toch nog wel een flink appeltje mee te hebben te schillen. En wat ook nog wel een moeilijk appeltje zou kunnen worden. Hè? Ja, 5-5 zijn we altijd wel gelijkwaardig of zelfs beter als Duisburg. Vaak zijn het straffen die ons nekken tegen Duisburg. Moet dinsdag even voor zorgen dat we 5-5 blijven spelen en die winst pakken. Ja, vandaag was wel een pittig potje dan trouwens. Ja, het was een pittig potje, ja. De scheidsrechter deed in het begin veel straffen fluiten, maar liet het daarna een beetje gaan. En dat maakt de wedstrijd ook natuurlijk een beetje spannend en leuk. En iets toelaten is altijd toch goed. Hey, wat vond je van de sfeer? Want daar is ook wat om te doen bij Tilburg Trappen. Ze willen allemaal die sfeer terug hier. En dat kan ik me voorstellen, zoals die was in de Eredivisie. Was een stapje in de goede richting vandaag? Ja, zeker weten. De sfeer was geweldig. Als wij zo op het ijs komen en die fakkels die staan daar in het sfeervak. Ja, dan geef je natuurlijk een extra rush. En als de fans de hele tijd achter je staan. Natuurlijk, het sfeervak zet het aan en de rest gaat op een gegeven moment mee. Ja, dan krijg je zo'n boost op het ijs. En dat helpt ons zo. En ze hebben ons zeker geholpen met de winst vandaag. Ja, want dat is natuurlijk ook iets wat jullie zien in Duitsland elke week weer. Het leeft daar enorm natuurlijk, hè? Ja, voor de mensen in Duitsland is het echt een dagje uit. Meestal, ja, ze gaan natuurlijk ook voor het ijshockey, maar het is voor hun echt een dagje uit. Hun genieten met z'n allen samen ervan. De tegenpartijen hebben nooit ruzie met elkaar, staan samen een biertje te drinken, zo eigenlijk zoals het hoort. En geen gekke dingen. Hoe bevalt het, de Oberliga Noord? Ja, goed, goed. Elke wedstrijd is weer een finale en elke wedstrijd moet je 100% zijn. Als je een keer verslapt, dan verlies je gewoon en je moet altijd vol gas geven. En ondanks dat staan jullie nu wel gewoon bij de bovenste helft? Zeker weten, daar blijven we ook staan.